Bij mij aan de desk, van harte welkom, Cas Gollink, VVD. Hallo. De fractie VVD heeft gezegd, en we gaan er toch in mee, we doen het gewoon. Ja. Zat er ergens bij de voorbereiding wel twijfel? Dat zat er zeker. Een aantal punten die ook de partijen noemden die uiteindelijk tegen hebben gestemd. En ook de heer Nijenmanting uiteindelijk nog noemde. Ja. We hebben wel te maken met falend landelijk beleid tot op een bepaalde manier. En bij ons is het ook heel lastig geweest. Gaan we hier een afweging maken die uiteindelijk voor ons in het algemeen belang is? Of gaan we hier een proteststem geven tegen het landelijk beleid? En uiteindelijk hebben we de keuze gemaakt. Die proteststem is hier niet de juiste plek. Dit is Velsen en we maken hier daar een keuze in het algemeen belang voor. En het landelijk beleid moet zeker verbeteren, maar daar is dan ook de landelijke politiek voor. Ja. Maar goed, tegelijkertijd zijn veel raadsleden natuurlijk ook op bezoek geweest in Velsen Noord, in Driehuis. Het is natuurlijk niet alleen een landelijk probleem oplossen. Je creëert ook een nieuwe situatie gewoon in Velsen. Hè? Dus dat is natuurlijk met een aantal amendementen is dat opgelost. Hè? Dus inderdaad dat stil, schoon, veilig. Hè? Ja. Dus dat zeg maar de balstroom met versnelling. Iets met revitaliseren van Velsen Noord. Hè? Dus, dus er zijn inderdaad door de raadsleden en fracties verschillende dingen ingebracht. Maar daarmee is het probleem nog niet uit de wereld voor een aantal mensen die zich echt zorgen maken. Nou ja, wat wij ook vooral hebben gedaan, zeker ook met, volgens mij was dat het laatste amendement. Ja. Dat wanneer de veiligheid gewoon niet in orde blijkt te zijn, dat wij hier vanavond gewoon sterk uitspreken, dan mag de boot vertrekken. Ja. En dat was voor ons ook wel echt een belangrijk iets om hier vanavond publiek met iedereen te delen. Ja. Zo van, wij weten niet van tevoren of er uiteindelijk echt die grote problemen zijn, zoals u ook aangeeft, waar sommige mensen zich zorgen om maken. Ja. Maar als die er zijn, dan staan we achter jullie. Precies. En dat is, vinden wij wel echt zeker van belang. Ja. Toch nog even terug naar die allereerste motie, dat uitstel. Het is natuurlijk altijd geweest in Velsen, samenspel, participatie, misschien zelfs right to challenge, hè, wat kunnen burgers zelf. Dus de focus is wel gericht op, burgers hebben een plek. De raad is eigenlijk opdrachtgever van het college. En nu zie je zo'n belangrijk besluit. En dat mag door het college genomen worden. Hoe voelt dat als raadslid? Want dat was een onderdeel van het commentaar van een Forum voor Democratie, misschien een LGV. Ja, dat voelt natuurlijk wel heel gek. Dat komt omdat dit soort... Want uiteindelijk is het een soort van vergunningverlening waar additionele afspraken voor moeten worden gemaakt. Ja. En dat recht om vergunningverlening hebben we aan het college gegeven. Ook al jaren geleden. Ja. En dat is gewoon omdat je als raadslid niet elke vergunning voor een havenlichtplaats of een dakkapel, dat wil je niet allemaal zelf gaan doen. Want dan zouden we helemaal niks meer besluiten. Alleen dat maakt dit soort besluiten misschien aan de oppervlakte dus wel wat schrijnend. Ja, het is niet alleen de vergunning, want er komt heel wat op Velsen af. Ja. Alleen in de praktijk is het natuurlijk wel zo. Als wij als raad hier allemaal hadden gezegd, dit willen wij echt niet. Ja. Dit mag echt niet gebeuren. Ja. En het college doet het toch. Ja, dan spelen ze wel met hun eigen baanzekerheid. Laat ik het zo verwoorden. Net geïnstalleerd, maar gelijk toch kwetsbaar. Ze zitten daar uiteindelijk toch ook wel voor ons. Dus als wij duidelijk aangeven, wij willen dit besluit niet, wat we vanavond niet hebben gedaan. Nee. Dan zouden ze wel heel stom zijn om dat vervolgens dan niet na te komen. Dus die wisselwerking en die macht bij de raad zit er uiteindelijk toch. Toch wel, hè? Ja. 25 voor, 7 tegen. We gaan de zomer in. Het is nog geen reces. Maar toch gaat dit gewoon door. Op 1 augustus ligt die boter. Hoe gaat dat dan met raad, college, terwijl het ook een beetje vakantietijd is? Nou ja, dat is op zich ook wel goed in de werkafspraken en ook nog in de aanvulling die in een van onze amendementen is gekomen, dat er een blijvend overleg moet zijn. Kijk, wij willen wel, en dat is ook een taak aan onszelf, buiten die overleg om als raadsleden, er moet gewoon gesprekken gevoerd blijven worden met inwoners. Ja. En zorgen van inwoners, als het eenmaal gaande is en er zijn problemen, moeten gehoord worden. Ja, ja, ja. En dat is een taak aan iedereen die hierbij betrokken is, ook al is het een vakantieperiode. Okay, het is vakantie, maar dingen zijn, mensen zijn bereikbaar. Dat nummer komt straks beschikbaar. Hè? Er komt één nummer waar mensen naartoe kunnen bellen waarschijnlijk. Hè? Zal wat gaan. Dus okay, het is een beetje vakantie, maar aan de andere kant draait dit gewoon door. Het gaat gewoon gebeuren. Morgen neemt het college een formeel besluit. Had ik begrepen van de... Morgen of vrijdag, vrijdag. Deze week. En dan gaat het gebeuren. Heel spannend voor Velsen. Heel spannend voor Velsen.